Op foto's die de bewoner vlak na het ongeluk maakte, is goed te zien dat de ravage enorm is. Buurtbewoners schrokken zich rot. Ja, ik zat een boom om te kappen en ik hoorde van iemand, ja, er is iemand een huis binnengereden. Dus dat was wel even schrikken, ja. Ja, ik kwam van de repetitie af en ik dacht, hey, een auto in de muur. Zie je niet vaak hier een Bakel. De bewoner van het huis is erg geschrokken en wil niet op camera reageren. Hij was in het huis toen de auto naar binnen reed, maar raakte niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Vanmorgen is een mevrouw recht door de straat overgestroken en heeft in ieder geval niet op tijd gerend. En is dus het huis binnengereden. De politie heeft wel gesproken met de vrouw, ze kan het zelf ook niet verklaren. Dus. Het huis is gestut en in principe bewoonbaar. Maar omdat het toch een behoorlijke puinhoop is, woont de man toch tijdelijk ergens anders.